Het oude EHBO-gebouw aan het Paterserf in Oosterhout wordt gesloopt. Na 19,5 jaar moest de vereniging eruit. Maar nieuwe huisvesting is er nog niet. Tijdelijk zit de EHBO nu verspreid door Oosterhout. Het kantoor zit in een liftkamer in het Diamantgebouw. Een deel van de opslag zit in het tegenovergelegen flat De Robijn. En de EHBO-wagen staat tijdelijk bij de brandweer. Nee, op dit moment, we zijn wel hard bezig hoor met de gemeente. Maar echt geschikte ruimte, je kan die hier in Oosterhout niet vinden. Want er was wel een aanbod vanuit de gemeente. Ja, er is een aanbod. Dat is dus een deel van een stukje wijkhuis. Nou, er zou een kantoortje en een magazijntje in geplaatst kunnen worden. Dan is er dus een bovenverdieping weer in een ander wijkhuis waar we eventueel gebruik van zullen kunnen maken. Wij hebben minimaal dus eigenlijk een locatie nodig waar we drie lokalen naast elkaar in hebben moeten zitten. Plus ook een magazijntje. Want als de lessen afwijken van die we eigenlijk op papier hebben staan, moeten de instructeurs en de loodsen moeten wel de juiste instructiematerialen bij kunnen pakken. En als we dat op een andere locatie hebben zitten, dan wil zeggen dat het totaal niet werkt. Wat hebben jullie zelf ook ideeën voor een locatie? Ja, we hebben zeker een idee. Hè. We zijn zelfs bereid om in deze slechte economische toekomst willen we zelfs investeren. Hè. We hebben dus een pracht van een unitgebouw hebben we gevonden op internet. Waar we dus eigenlijk heel graag willen kopen. En dan een stukje grond van de gemeente, dat we dat daarop kunnen plaatsen. Hè. En dat we eigenlijk toch op dezelfde voet waar we nu op zitten, dat we door kunnen gaan. Maar er is dus geen grond voor? Nee, we hebben te horen gekregen omtrent de ontwikkeling dat ze niet weten wat er gaat gebeuren met de gronden hier in Oosterhout. En dat ze dus eigenlijk geen stukje grond voor ons hebben. En wat is de sfeer onder de leden? Want jullie hebben er flink wat. Nou, bij de sfeer van de leden die zijn zwaar teleurgesteld. De teleurstelling zit diep. Leden voelen zich zelfs tweederangs burgers. De gemeente Oosterhout wil niet reageren.